Nee, het is... Hoi, goeiedag. Hoi. Ik ben Stefan. Hoi, ik ben Naomi. Oké, leuk. Jij gaat me een tour geven, ja. Over de kamp. Ik ga jullie helemaal alles laten zien. Oké, nou, we volgen jou gewoon en we gaan lekker luisteren naar je. Goed. Oké. We staan hier op het Beursplein in Amsterdam. Het is een kleine samenleving op zich. Iedereen wat hij kan doen, dat draagt hij bij. En daardoor is het heel mooi geworden. Jullie gaan nu zien wat het is geworden. Oké, ga mee. Het is nu een beetje rustig. Ik kom net aan. Ik heb hier vannacht niet geslapen. Dus ik denk dat mensen misschien nog aan het wakker worden zijn. Of misschien is iedereen op pad om spullen te halen. Ja. Rustig lopen. Oké, en wat is dit voor tent waar we nu voor staan? Nou, we staan nu op het plein waar we steeds vergaderingen houden. Om 12 uur en om 6:30 houden we hier met iedereen. Hier is vergaderingen en dan kan iedereen wat zeggen. Ja. Het is heel tof dat dat kan en we zorgen ervoor dat iedereen het kan verstaan doordat we elkaar herhalen. Human microphone. Dit is een mediatent. Je hebt daarachter allemaal mensen die met computers bezig zijn om te livestreamen en om boodschappen uit te zenden en zo. Om aan te geven wat we nog nodig hebben aan spullen, bijvoorbeeld stiften of suiker. Daar links van heb je een etensplek en daar kan je gewoon altijd eten halen en drinken. Er wordt sinds gisteren ook afgewassen, de plastic bekertjes te wegwerpen. Okay. Zodat we het kunnen hergebruiken. En alles is op basis van wat mensen die hier zijn of langskomen geven. Oké, zullen we naar binnen gaan? Laten we naar binnen gaan. Het hangt een hele gezellige sfeer. Wat is dit? Is dit het dagelijks nieuws of oud nieuws? Ja, dit is denk ik ook weer zo'n leuk initiatief van iemand die alle krantenartikelen heeft verzameld en hier opgehangen. Het geeft een goed gevoel om te weten dat je niet de enige bent, maar over de hele wereld. Oh, oké, dit is van dat je dit gebeurt. Ga maar langs hoor, maakt niet uit. Oké. Hey. Ja, ik heb een Yeah, they want to be like America. Oké, we staan hier in de keuken. Dit zijn neem ik aan. We hebben nu drie echo's. We staan hier in de keuken. Zoals je ziet is het hier altijd heel gezellig. Kijk, zo gaat het ook met vergaderingen. Moet je dan zorgen. Nu herhalen. Oké. We zitten helemaal nu op die modus. Ja, er wordt goed voor iedereen gezorgd en daar draagt iedereen van bij. Heerlijke koffie heb je hier ook. Dit zijn giften uit de supermarkt zelf of van mensen? Nou, dat zijn bijvoorbeeld mijn dadels daar.
En een of andere goedzak heeft ook pepernoten meegebracht. Okay. Gewoon datgene... Overal broodjes, zaakjes die brood over hebben aan het eind van de dag komen hierheen. Er zijn hotels, andere winkels die hun laatste brood weggeven. De kermis. Oliebollen van de kermis. Oliebollen voor gisteren met poedersuiker. Aan het eind van de dag komt hij met 3 vuilniszakken oliebollen voor iedereen. Ja, okay, en waarom komen die mensen dat brengen? Hebben ze daar een reden voor? Hebben ze daar een, Omdat ik geloof dat ze graag steunen. Willen steunen. Heel ondersteunen. Ja. Oké, okay, mooi. En we doen het allemaal uit vanuit hetzelfde. Ja. Vanuit geld of iets dergelijks. Dus... Maar weten ze ook wat jullie hier doen? De mensen die jullie steunen? Ik denk het wel. Oké, okay, dat is mooi. Anders, ja, we hopen bijvoorbeeld de mannen van de oliebollen, die weet je, zijn we langs gegaan en we gevraagd hebben jullie oliebollen over. Want dan kunnen we dan ons team even wat oliebollen geven, dat is leuk. En sindsdien komt hij ze zelf brengen. Dus ja, door middel met elkaar te praten kan je dingen doorgeven. Oké. Okay. Denk ik. Hoop ik. Nou, dankjewel in ieder geval. Waar gaan we verder? Ja, heb je de afwas al gefilmd? Nee. Onze eigen spoelkeuken. Hij is nu niet in actie, maar kijk, met zeep en al die dingen. We gaan gewoon die plastic. Oh ja, ja, ik zie het. Fantastisch. En hierachter hebben we dan een soort van woonkamer. Gisteren zaten hier mensen met gitaartjes. En het is hier s'nachts nog iets donkerder, maar ik geloof dat er nog kaarsen staan. Het is in ieder geval heel knus. Ja, er zitten allemaal verschillende mensen, alle verschillende leeftijden, ze komen overal vandaan. Dus er hangt zo'n goede sfeer, zeg maar. Noem eens wat landen. Wat heb ik gezien? Frankrijk en Italië en Spanje en Nederland en Bulgarije en nog wel meer. Ik heb natuurlijk niet iedereen gesproken en ik vraag niet altijd waar iedereen vandaan komt. Oké. Okay. Ja. Het is heel leuk wat hier voor sfeer hangt, dat als er een groepje mensen zit en dan sta je erbij en dan zeg je hoi en dan kan je er gewoon bij gaan zitten, onafhankelijk of je ze kent of niet, niemand vindt je raar. Is het een soort chill-out? Ja, maar dat is op het hele kamp zo. Dus op, overal is gewoon relaxed. Ja, het is ook wel heel relaxed. Oké. Okay. Al het meubilair, dat is ook gewoon gedoneerd of van straat gehaald, weet je, als mensen hun spullen buiten zetten, heb je mensen die dat hier ophalen en hierheen brengen. We hebben vanaf vandaag hebben ook een bakfiets en een busje, zodat we nog meer dingen kunnen sjouwen. Oh, doe maar. Oké, we komen nu weer naar het licht. Hier hebben we een EHBO-tent die ook de eerste nacht een algemene slaaptent was voor mensen die hier wilden slapen, maar die niet weet je, eigen spullen bij zich hadden. Ik weet niet of dat inmiddels nog steeds zo is. Morgen. Sorry. Van wie zijn al die tentjes hier zo? Zijn dat particulieren? Zijn dat mensen die erbij betrokken zijn? Zijn dat vakantiegangers? Iedereen, ja, wat bedoel je met particulieren eigenlijk? Want iedereen nou, is die dat... hier in de stad zelf wonen. Oh ja, je hebt mensen van in de stad, maar je hebt ook mensen van buiten de stad. En mensen die dus echt uit een ander land komen, die helemaal vanuit Brussel hierheen gefietst zijn. Of die vanuit Frankrijk hierheen gekomen zijn. Ja, en mensen zetten hier een tentje op. En ik heb ook een tent hier opgezet, maar daar slapen nu andere mensen in. Want ik woon in Amsterdam. Dus nu. Ja, en iedereen die hier is deelnemer en is leider. En voor zover die daar dat zelf doet. Het hangt heel erg af van het initiatief dat iedereen wil tonen. Dus als jij een idee hebt dat je flyers gratis kan afdrukken, dan ga je dat bijdragen. En als je nog spullen hebt of een tent hebt, dan ga je dat bijdragen. En
Dus iedereen die hier is zeg maar de beweging. Dus ik, onafhankelijk van wat voor isme of weet ik veel wat voor iets je bent of zo.